Dit is de Samsung H5000 serie. Hij is te verkrijgen in een 22 inch maat en heeft een diagonaal van 56 centimeter. Hij is te verkrijgen in een 32 inch maat en heeft een diagonaal van 81 centimeter. Hij is te verkrijgen in een 40 inch maat en heeft een diagonaal van 102 centimeter. Dat is zoals die hier staat. En hij is te verkrijgen in een 48 inch maat en heeft een diagonaal van 122 centimeter. En hij is te verkrijgen in een 50 inch maat en heeft een diagonaal van 127 centimeter. Dit is de Samsung H5000 serie. Het is een LED televisie. Hij is Full HD. Hij heeft 100 Hz. En hij heeft White Color Enhancer voor de optimale weergave van de kleuren. Om op die manier het optimale uit deze Samsung televisie te halen. De look and feel van de H5000 serie heeft een pianolak zwarte rand aan de bovenkant en de zijkant en aan de voorkant net even een tandje dunner. En aan de onderkant heeft hij een geborstelde aluminium look zitten met in het midden de welbekende chrome Samsung druppel. En de voet is geborsteld mat zwart. Deze televisie heeft ook een USB-aansluiting, zodat je dus een USB-stick of een harde schijf op de televisie kan aansluiten. Kan je direct de content ook op de televisie afspelen. Maar hij heeft ook PVR, Personal Video Recording, wat inhoudt dat je favoriete programma op de stick of harde schijf kan opnemen en later kan terugkijken. En dan de achterkant van de televisie zit rechtsachter, zit in het midden de stroom. Dan de face mounting, mocht je deze televisie plat aan de muur willen hangen. En linksonder zit de bediening van de televisie, mocht je de afstandsbediening kwijt zijn. En dan links in het midden zitten de andere aansluitingen. Hij heeft 2 HDMI-aansluitingen. Daar in het midden zit de USB-aansluiting om op die manier de harde schijf of de USB-stick erop aan te sluiten, zodat je foto- of videomateriaal direct op deze televisie kan afspelen. Hier zitten Common Interface-module. Samen met je CAN-module en je digitale abonnementskaart van KPN Digitaine of van UPC of Ziggo, etc. En daaronder heeft hij nog de kabel Kaya-aansluiting. Dan heeft hij de koptelefoonaansluiting, hij heeft digitale audio optical uitgang, zodat je digitaal met de optical kabel op je home cinema set het geluid kan laten afspelen van de televisie. Hij heeft een SCART aansluiting en hij heeft stereo audio ingang en component ingang om op die manier je randapparatuur hierop aan te sluiten. 95% van de klachten die bij ons binnenkomen zijn gewoon op te lossen door het gebruik van nieuwe kabels. Je hebt namelijk 2 soorten kabels. 1 is om het signaal binnen te krijgen en 2 is om je randapparatuur aan te sluiten. Je kan de duurste apparatuur hebben, maar op het moment dat het bij de bron al misgaat, ja, dan heb je er natuurlijk helemaal niks aan. Wij adviseren de Hirschmann kabels en dat heeft natuurlijk een reden, want ze hebben namelijk het kabelkeurlabel en dat houdt namelijk in dat je gegarandeerd goed beeld en geluid binnenkrijgt. Ja, we hebben natuurlijk alle onderdelen om jou goed op weg te helpen. De contactdoos, de splitter, de connectoren en dan natuurlijk de kabels in alle lengtes en natuurlijk ook de signaalversterker. En deze signaalversterker is ook een splitter waardoor je meerdere televisies kan aansluiten voor bijvoorbeeld op de kinderkamer of de slaapkamer of misschien wel de keuken. En dan natuurlijk ook ontzettend belangrijk zijn natuurlijk de kabels voor het aansluiten van de randapparatuur. Wij maken gebruik van de kabels van Vivanco, simpelweg omdat het de beste zijn. Op de televisies van tegenwoordig zit natuurlijk veel meer dan alleen maar televisie kijken, hè, zoals internet, 3D, noem het eigenlijk allemaal maar op. En om te zorgen dat je deze functies kan gebruiken, moet je wel zorgen dat je HDMI-kabels up-to-date zijn. Dat geldt natuurlijk ook voor de SCART-kabel. Dat geldt natuurlijk ook voor de DVI-kabel om je laptop aan te sluiten. Optical voor het geluid van de home cinema set. Coaxiaal voor het geluid voor de home cinema set of Blu-ray speler. En natuurlijk de componentkabel. En natuurlijk niet te vergeten om internet aan te sluiten, de LAN-kabel. Dus koop je een nieuwe Blu-ray speler, home cinema set of tv, oude kabels, weg ermee. Ja jongens, want waar breekt die ketting? Inderdaad, bij de zwakste schakel. Als je een mooie platte televisie hebt gekocht, ja, moet je hem natuurlijk niet op de voet zetten. Het kan natuurlijk wel, maar het mooiste is door een mooi plat aan de muur te hangen. En Vogels heeft voor alles de oplossing. Van de kleine televisie vanaf 19 inch tot en met de grote televisie tot en met 70 inch. Bij Vogels kan het aan de muur hangen. Kijk, platter dan dit kan toch niet?
Maar lig jij in bed en wil jij de televisie gekanteld hebben? Ja hoor, ook daarvoor de oplossing. Maar zit jij in een ruimte waar jij vanuit iedere hoek televisie wilt kijken? Jawel, ook de oplossing. We kunnen hem helemaal van de muur halen. We kunnen hem naar rechts zwenken. Nee hoor, we kunnen hem ook gewoon naar links zwenken. Maar wil je hem gewoon ook weer even kantelen, doordat je op de grond ligt? Ja hoor, ook dat kan. Zeg het maar. En wil je hem mooi plat tegen de muur aan hebben? Dan kan dat ook. En wil jij de kabels mooi wegwerken? Aluminium, wit of zwart, de kabelgootjes. Kortom, maakt niet uit wat voor tv je hebt en hoe je hem zou willen ophangen. Vogels heeft daar altijd de oplossing voor. Heb jij wat aan deze video gehad? Ja, en je wil ons waarderen? Vergeet dan even niet hier dat duimpje omhoog te drukken.